Prinses Amalia, de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, is de laatste tijd veel in het nieuws. Niet alleen vanwege haar 18e verjaardag en haar toekomstige rol als troonopvolgster, maar ook vanwege haar uiterlijk. Volgens sommige Spaanse media zou de prinses haar foto's laten bewerken met Photoshop om er slanker uit te zien. Deze beschuldiging komt naar aanleiding van de zomervotosessie van 2020, waarbij de koninklijke familie poseerde voor de pers. Op de foto's waar Amalia alleen op staat, zou ze een smaller gezicht en een slanker figuur hebben dan op de foto's waar ze samen met haar ouders en zusjes op staat. Een Spaanse website schrijft, het is duidelijk dat de foto's bewerkt zijn met Photoshop om de prinses er slanker uit te laten zien. Ook haar gezicht lijkt slanker gemaakt te zijn. Het is echter niet zeker of de foto's echt zijn gefotoshopt of dat het verschil te maken heeft met de hoek, het licht of de kleding. Amalia vierde de kerstdagen niet met haar familie, maar in Madrid. Daar werd ze gefotografeerd door Europa Press, een Spaans persbureau. Op de foto's is te zien dat Amalia op een terras zit met een vrouw, waarschijnlijk een vriendin. Ze drinkt een kop koffie en praat gezellig met haar. Daarna stapt ze in een witte auto en neemt ze afscheid van de vrouw. Haar ouders en zusjes waren op dat moment in Argentinië, het geboorteland van koningin Maxima.